Goedemiddag, dit is de derde aflevering van boekenwijs.nl videorecensies. Vandaag ga ik het hebben over het boek De Creatiespiraal door Marinus Knopen. En de ondertitel van het boek is Natuurlijke weg van wens naar werkelijkheid. En ik heb bewust deze locatie gekozen omdat ik zit hier voor het zogenaamde Earthship achter mij. En dat is de eerste Earthship in de Benelux. Een Amerikaanse architect, Michael Reynolds, heeft dat bedacht. Het is opgebouwd uit eigenlijk allemaal afvalmateriaal, autobanden, flessen. En met aarde is dat verwerkt tot een heel energiezuinig huis. Dus dat is een heel mooi voorbeeld van hoe een wens uitgegroeid is tot tot werkelijkheid. En dat is hier achter mij. Goed, het boek Marinus Knopen. Het boek is al wat ouder, het is 899. Ik heb het al eerder gelezen en ik ben het altijd blijven onthouden. Enerzijds omdat Marinus Knopen een fysicus was, een ex-fysicus. Nou, dat ben ik ook, dus dat schept een band. Anderzijds omdat het idee achter de creatiespiraal mij aansprak. Nou, laten we dan meteen maar eens even kijken van wat is nou de creatiespiraal? Nou, eigenlijk hij heeft dat hier getekend. Ik weet niet of het zichtbaar is. Het bestaat uit 12 segmenten. En als ik bovenaan begin, bij wensen. Dus het begint met een wens. Je hebt een wens. Als je dan doorgaat in de creatiespiraal, dan moet je het verbeelden. Je kunt met beelden kun je zeg maar, je wens als voor je halen. Hoe ziet het eruit als de wens gerealiseerd is? De volgende stap die je neemt, dat is geloven. Heel veel mensen die zeggen wel dat ze iets willen, maar die geloven er niet echt in. Die hebben niet echt het wezenlijke geloof van het gaat me lukken. Nou, daar moet je dan vervolgens aan gaan werken. Dat je het ook echt gelooft. Dan, en dat is wel heel mooi, dat je dan pas komt bij de stap uiten. Dus dat betekent dat je dan pas met anderen over je wens gaat praten. Niet eerder. Als je het te vroeg doet, dan smoor je als het ware je wens in de kiem. De volgende stap is onderzoeken. Van, wat heb je nodig? Wat is er al? Stel je gaat emigreren. Wat moet er allemaal gebeuren voor die emigratie? De volgende stap is plannen. Je gaat zeggen van oké, dan en dan en dan ga ik die en die stappen nemen. Dus je gaat al zeg maar de stappen voorbereiden. Dan beslissen. Dus dan ga je ook echt beslissen oké, ik ga het doen. Dat is in feite de overgang van het denken en het ontwerpen naar het daadwerkelijk realiseren. De volgende stap is handelen. Je gaat echt met je voeten in de modder staan. Je gaat die stappen nemen. Je gaat het doen. Nou, dan zul je geheid tegenslag krijgen. En dan heb je de stap volharden. Je moet echt volharden in je wens. En niet bij de eerste, minste of geringste tegenslag opgeven. Nou, als je dat dan blijft doen en je doet dat goed, dan kun je ontvangen. Zeg maar het ontvangen van het applaus. Of het ontvangen van datgene wat je hebt gewenst. Dan ga je eigenlijk weer terug, dan kom je weer op de wat contemplatieve kant en dat is het waarderen. En heel veel mensen die laten dat achterwege denken, ach, ik heb wat ik deed, dat stelt niets voor. Nee, zegt hij, je moet echt waarderen. Je moet gewoon waarderen wat je hebt gerealiseerd. En dan als laatste stap, of eigenlijk niet de laatste, want het is een spiraal, dan ga je ontspannen. Dan ga je in jezelf, ga je gewoon genieten van datgene wat je hebt gerealiseerd. En dan kun je ook alweer gaan nadenken over wat wil je verder? Wat is je volgende wens? En dan ben je weer terug bij de eerste stap en zo spiraal je door, als het goed is, naar allerlei creaties en realisaties van je wens. Oké, dan doe ik de volgende hoed op, want ik werk altijd met de hoeden van Edward de Bono en dat is de blauwe sjaal in dit geval, die altijd afzakt, maar goed, dat zullen we zien. In dit geval de blauwe hoed van het denken. Nou, denken, als ik dan naar dit boek kijk, dan zie ik elementen terug van NLP, neurolinguistisch programmeren. Dat betekent uitspreken, een soort mantra's van ja, ik ga het doen, ja, ik ga dit, ik ben goed met. Dus dan ga je als het ware jezelf bevestigen, positief bekrachtigen. Dus ik zie heel duidelijk elementen van NLP terug in dit boek. Oké, dan ga ik verder met de gele hoed. En dat is de positieve hoed. Van wat is positief?
Ik vind erg mooi aan dit boek is dat, kijk, wij zijn Nederlanders, Calvinistisch volkje, werken moet je, in het zweet des aanschijns. En waar hij heel erg ook de aandacht aan besteedt, is aan het voorwerken, het voorbereiden, het verbeelden van dat wat je gaat. En vervolgens na het werk, want werk is natuurlijk wel een onderdeel van het geheel, ook het waarderen en het genieten van je resultaten. Dus hij legt ook de nadruk op datgene wat niet per se gezien wordt als werken, maar wat wel heel belangrijk is bij het realiseren van je wensen. Dan de zwarte hoed. En dat is de hoed van de kritiek. Oké, tuurlijk, ik heb ook kritiek op dit boek. Wat mij een beetje, wat ik minder vond, het was hij maakt er heel erg een model van. En hij koppelt op een gegeven moment zelfs de 12 stappen aan de 7 chakra's. Ja, voor mij is dat denk ik net even een stap te ver. Dat had hij voor mij niet hoeven doen. Dan denk ik van, oké, het model is goed zoals het is. En daar hoef je niet nog weer iets bij te halen zoals de chakra's. En sowieso vind ik van, het is wel een wat theoretisch. Het is heel erg modelmatig. En iedereen weet, de praktijk is vaak veel weerbarstiger dan een mooi model. Dus dat is even kritiek op het boek. Nou, dat komt meteen eigenlijk bij de emotie van de rode hoed. De rode pet. Een emotie die ik daardoor een beetje kreeg was ongeduld. Van, ik ben natuurlijk ook een Calvinist. Kom op, niet zoveel nadenken, niet zoveel modelleren. Aan de slag. Dus die emotie kwam, ongeduld kwam wel in mij op. En als laatste hoed, de groene hoed van de creativiteit. Wat kunnen we met dit concept? Hè? De creatiespiraal. Nou, ik denk iedereen die iets wil innoveren, wil veranderen, wensen heeft. En wie heeft dat niet? Ik denk dan met name aan ondernemers. Hè. Als je een nieuw product op de markt of een nieuwe dienst, dan kan dit een heel mooi model zijn die jou helpt om vanuit jezelf, vanaf je wensen te realiseren en ook daadwerkelijk de goede wensen te realiseren. Maar ook mensen, particulieren zeg maar, die een bepaalde levenswens hebben. Zoals bijvoorbeeld, ik wil emigreren naar Frankrijk. Nou, je hebt daar prachtige programma's over. Je ziet wat er allemaal mis kan gaan. Als die mensen nou even heel goed bij zichzelf gaan nadenken, gaan verbeelden, hoe ziet dat boerderijtje in Frankrijk er nou uit? En dan zeggen ze, of wauw, dat vind ik fantastisch. En dan gaan ze verder. Of ze zeggen, misschien toch wel een beetje te rustig voor mij. Of een beetje te saai. Laat ik het maar niet doen. Dus in die zin kan het denk ik ook bij dat soort grote levenswensen helpen. Oké, concluderend kan ik zeggen dat De Creatiespiraal van Marinus Knoopen een goed boek is. Eigenlijk voor iedereen die verandering wil, die wensen heeft en die ook wil dat die wensen werkelijkheid worden. Oké, dat was het voor deze week.